Hallo, mag ik iets bestellen? Ja, we willen graag even een koffie en dan gaan we lekker aan tafel zitten. Ik wil wat voor koffie. Oh, wat voor koffie? Moet je even stilhouden? Zo. Ja, even kijken. Ik wil een latte. Ik wil een latte. En wat wil jij? Cappuccino of koffie? Of warme chocomel? Of thee? Wat wil jij graag drinken? Thee. Wil je thee? Mogen wij een thee en een latte alsjeblieft? Ik ben Jay. Ik ben Dat horen ze toch niet? Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Bentley's Roblox Team Park Tycoon 2. Dit is aflevering 4. En wat gaan we doen? 2, ja, de Roblox Team Park Tycoon 2. Aflevering 4 van deze serie, toch? En wat gaan we doen? Pijn. Heb jij pijn? Oh, kusje op. Zo, deze pijn hebben we een kusje op. Hé, hey, wat gaan we doen? We gaan een zweefmolen maken, toch? Nee. Nee? Oh. We gaan een reusrad maken? Nee. Gaan we wel iets doen? Nee. Gaan we helemaal niks doen? Gaan we zo blijven zitten zo? Nee, we hebben de schrijnbaan hebben een beetje aangepast, want Bentley heeft wat leuke dingetjes erin geplaatst. Die gaan we even laten zien. Zullen we maar snel naar Roblox gaan dan? Ja. Nee. Kom, gaan we snel naar Roblox. 1, 2, 3. Ja, daar zijn we in Roblox. Kijk eens hoe vet. Mijn armen en mijn benen. We hebben een heel cool broertjes t-shirt en we hebben hele dikke armen en benen. Ik ben heel gespierd, hè? Een keer eerder. Ja, we hebben een foto van de week op Instagram geplaatst. Maar we hebben nu het shirtje aan, dus dat is wel cool, toch? Hé, hey, zullen we eerst even de treinbaan laten? Hebben jullie mijn armen en benen gezien? Ja, dat zeg je net. Die zijn heel gespierd. Yeah! Ja. Hé, hey, we gaan eerst even de treinbaan laten zien. Wat kan dat? We lopen even in het park in. Kijk, we hebben in het park. Ik heb tanden. Ja, loop jij eventjes naar de treinbaan. We hebben ook poortjes nu. Overal staat het broertjes logo. Dat is heel cool. Hè? En dan gaan we naar de treinbaan. En McDonald's. Daar is de McDonald's. En dat is de uitgang van de treinbaan. Ja, eigenlijk. Maar wij gaan via de uitgang, want wij zijn de baas van het pretpark. Dus wij mogen alles, hè? Tok, tok, tok. Zo stoot je toch je hoofd. Heb je daar hoofdpijn? Oké, okay, we zijn in de treinbaan. Maar we gaan er gewoon even doorheen lopen. Want die trein rijdt nogal langzaam. Dus we gaan er lekker doorheen lopen. En overal waar je licht. Ja, overal waar je lichtjes tegenkomt in de treinbaan, daar hebben we wat geplaatst. Nou, wat zie je hier allemaal, Ben? Doodskop. Water en goud en dynamiet. Dat is wel heel cool, hè? En bommen. Ja, bommen is dynamiet toch? TNT, echt bommen. Hè? Dan wordt het weer donker. Moeten we even doorlopen. Helemaal doorlopen. Nee, dat is weer terug. Wacht, ik heb wel een idee. Dan doen we het zo. Kijk, zo kunnen we wat zien. Hop. En dan komen we bij de volgende. En wat zien we hier zo allemaal? Hier zien we mummies die ingegraven zijn. Kijk, die mummies die zitten in grafkisten. Die zijn ooit begonnen aan de bouw van de treinbaan. En die zijn daar overleden, toch? Hè? En die hebben ze daar begraven, want die horen daarbij. Dus die hebben we daar begraven. Toch? Dan gaan we naar de volgende toe. Want de volgende is ook heel cool. Zo hebben ze tenminste, als ze in de treinrit zitten, hebben ze tenminste daar wat te zien. Licht. Ja, daar is weer licht. En wat hebben we hier ook alweer geplaatst? Oh ja, dit is de Halloween stukje. Dit had ik gemaakt. Ja, deze heb je helemaal zelf gemaakt, hè? Allemaal enge spinnen. En een pompoen, allemaal spinnen. Hebben. Oh, daar komt de trein. Kijk, spin op het dak. Spin op het dak. Cool, hè? Nou, dan zullen we even de trein nemen, want we moeten helemaal naar de andere kant. Want er zit een stuk tussen, dat wordt nog vergroot, want er komt nog helemaal de andere kant van het park te liggen. Dus daar zit nog helemaal niks. Zullen we eventjes erin? Zo, dan gaan we eventjes met de trein mee en dan spoelen we eventjes snel door. Oh ja, we zijn er, hoppa. Rappatee.
Nou, we zijn bij het volgende stuk. Daar. Ja, daar is ook licht, want daar hadden we ook wat gemaakt, hè. Kijk, hier hebben we ook... Dit heeft papa gemaakt. Dit heeft papa gemaakt met goudstaven. En daar zit een karretje, die is toen is ontspoord. Daar werd allemaal stenen mee uitgehaald. Die is ontspoord, dus die hebben we er zo laten staan. Die hebben we nooit opgeruimd eigenlijk. Dus, hè, die hoort erbij, toch? Nou, dan gaan we weer naar het volgende stukje. En dat is tot nu het laatste stukje. En dan gaan we even kijken wat we... dat heb ik gemaakt. Die heeft Bentley weer gemaakt. Oh nee, dat is niet het laatste stukje. En die is ook weer Halloween-achtig, dus dat is ook wel heel cool. Toch? Kijk, kijk. Hier staat hij rechtop. Hier ligt hij open. En hier is hij dichtgemaakt en hier is hij eruit. Ja, het is eigenlijk wel een heel enge treinbaan is het geworden, hè? Dat is allemaal mensen die daar ooit in hebben gewerkt. En dan komen we nog één stukje tegen. En die heeft papa weer gemaakt en dat is met ja, een beetje Wild Westen, hè? Gewoon ook alweer een beetje de kisten en dergelijke. Dus, dat is leuk, daar hebben ze weer wat zien. Ja, maar dit is het station. Daar zijn we weer in het station. Hé, maar als we het station uitgaan, want we zijn bezig met een heel cool project ook. Hé, Ben? Even kijken. Oh, zo. We zijn bezig. We hebben nog iets vergeten. Wat ben je vergeten dan? We hebben iets geheims gedaan. Ja, we hebben iets geheims gedaan. Want we willen graag wel... op het dak kunnen komen. Ja, we willen op het dak kunnen. Want we willen kunnen kijken over het park als het heel druk is. Dan kunnen we kunnen zien of overal wel alles, iedereen wel goed aan het werk is, toch? Hè? Dan kunnen we een beetje in de gaten houden of al het personeel goed aan het werk is. Dus dan hebben we een geheime ruimte gemaakt. En die zit hier achter. Hier zo zit die achter de... Ja, daar zit hij. Oh, die moeten we nog wel dichtmaken, zo de muren. En dan kunnen we zo met de trap naar boven. Helemaal naar boven. Ja. En dan halen we zo eventjes het dak weg. Tada. En dan zitten wij zelf op het dak. En dan zetten we die weer terug. Hoppa. En dan kunnen wij dus vanaf het dak kunnen wij goed in de gaten houden. En de broertjes. En een vlag van de broertjes. En vanaf het dak kunnen we goed in de gaten houden wat er allemaal is. En we kunnen ook in gaten houden als er mensen in. Ja, als er mensen komen. En vanaf dit dak kan je dus ook mooi zien waar we mee bezig zijn. Want wat wilden we? We wilden een piratenwaterbaan, hè? En kijk eens daar in de verte, daar hebben we die piratenwaterbaan. En dat heeft al best wel veel tijd gekost om dat te maken. Maar dat gaat nog helemaal gemaakt worden, dus daar nemen jullie later mee. Even in de McDonald's kijken. Daar nemen jullie weer later mee. Ja, we gaan even in de McDonald's kijken of alles daar nog goed gaat. Oh, kijk eens hoe druk het is bij de McDonald's. Oh, hebben ze allemaal lekker eten? Of drinken. Of drinken. En ook even bij de pizza tent. En even bij de pizza tent kijken of alles nog goed gaat. Vraag even aan de mensen die er werken of alles goed gaat. Is boven alles nog schoon? Ja, geen vieze tafels, dus iedereen doet goed zijn werk, toch? Ja, huh? En bij de balkontje. Even op het balkon kijken. Oh, daar is wel. Oh, even omdruimen. Hey, zullen we eventjes die muur weer dichtmaken? Want dadelijk verdwalen er allemaal mensen. Kijk, zo, op, eventjes die muur. Hop. Zo. Hop, 1, 2, 3, daar is ook de broertjeslogo. Ja, daar is ook het broertjeslogo. Maar waar we het net over hadden, we gaan een piratenwaterbaan maken. Net zoiets als in Disney, maar dan toch net iets gewoon voor onszelf. Maar zouden we eerst de koffietent? Ja, die gaan we gaan eventjes laten zien hoe we deze baan hebben gemaakt. Want dat hebben we van de week al gedaan. Dat gaan we jullie nu even laten zien. En daarna gaan we eventjes laten zien hoe wij een koffietentje gaan maken. Toch, Ben?
wordt heel cool, die waterbaan. Die is wel heel groot, hè? Daar komen dus nog allemaal dingen. Daar komen piraten dingetjes. En die gaan we echt zo super vet maken. Dat wordt een hele berg. En dat wordt echt heel mooi. Dus hou de filmpjes goed in de gaten. Maar wat gaan we nu doen? Wat gaan we nu doen? Ja, we hebben dus allemaal attracties geplaatst. Waar is die kruisje? Waar is die kruisje? Het kruisje, kom maar. Ja, zo is hij. Ah, hij is boven. Ja, zo is hij. Maar goed, we hebben allemaal attracties eventjes geplaatst. Als want, moeten boven is, dan vind ik irritant. Ja, we hebben twee schermen. We hebben het bovenscherm wordt opgenomen. En Benny vindt het vervelend als dat pijltje daar naar boven gaat. Hey, maar we hebben dus even allemaal attracties neergezet. Want ja, het park moet ook geld verdienen. Maar we gaan nu dus het koffiehuisje maken. En waar wil je dat koffiehuisje bouwen? Ja, ik ga even heen. Ja, ga jij een plek verzinnen? Hier. Hier gaan we het koffiehuisje maken. Oké, dit is de plek waar we het koffiehuisje gaan maken. We gaan het koffiehuisje gaan we weer, net zoals altijd, in een hele sneltreinvaart zo doen. Dus daar nemen we jullie even mee terug. Als het huisje klaar is, zijn we weer bij jullie terug. Pap. Tot zo. Nee. Pap. If you ever feel like you might need someone to remind you who still believes, don't forget I'm not so far from home. Don't forget I'm not so far from home. 'Cause when it's you, my heart feels it too. Is klaar. Vind je mooi geworden? Ja. Ga eens even de mensen laten zien dan hoe het koffiehuisje eruit ziet. Kijk, hier tafel. En een menukaart met welke koffie je allemaal verkoopt. He? Daar zo. En laat de buitenkant eens zien.
Bij de buitenkant allemaal mooie plantjes en parasolletjes en een heel mooi dak. Hij is die plantjes al. Oh ja, die plantjes wou je oranje hebben, hè? Ja. Ja, we gaan die plantjes nog even oranje maken zo. Hop, zo. Die kleur? Nee, dat is meer geel. Oh, ja, maar ze hebben niet in de betere dingen, denk ik. Even kijken wat ze allemaal hebben. Kijk, die meneer zit al lekker daar. Zie je, we hebben een bankje voor de deur neergezet. Deze? Of die? 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 Ja. Zo? Ja. Oké, okay, dan gaan we eventjes zo doen. Tjik! Overal de kleur plakken. En ook daar. Zo. Hè? Vind je het mooi? Nee. Jawel, niet liegen, want je hem zelf gemaakt. Hé, wat gingen we nog meer doen? We gingen het reuzenrad plaatsen. Even kijken, waar is het reuzenrad? Het reuzenrad. Ja, we gingen een reuzenrad plaatsen, toch? Waar is het reuzenrad? Dat reuzenrad is... Waar is het reuzenrad nou gebleven? Zie je het reuzenrad? Oh, hier is het reuzenrad. Ja, zo. Het reuzenrad komt mooi in het midden hier, toch? Ja. Zo, precies voor de baan, daar. En die maken we een ingang en een uitgang voor. Ga jij het pad maken voor de... Ja. Zo. Hoe wil je dat het pad loopt? Gewoon zo een beetje naar het midden toe? Zo? Ja. En dan de uitgang ook? Ga je de uitgang dan doen? Ja. Nee. Zo, ga jij de uitgang maar doen. Nee, nog eentje verder. Eentje, zo. Eén, tik, en die. Ja, en die. En dan haal je deze weg, hier zo. Zo. En dan hebben we een reuzenrad. En de reuzenrad moet ook wel een beetje de kleurtjes van het park krijgen natuurlijk. Dus dat rode, dat maken we dan bruin. En wit vind je ook mooi. Zo. Oh, dat is heel veel wit. Oh, dat zijn de karretjes. Bruin. En bruin. Vind je mooi zo? En weet je, wat konden we nou nog meer doen, hadden we gezien? Nee. We gaan het broertjeslogo erin plakken, toch? Ja, pap, hij is nog niet open. Oh, we moeten hem nog openmaken. Ja, maar we zijn ook nog niet klaar. Openmaken? We zijn ook nog niet klaar met bouwen, toch? Ja, ik zeg openmaken. Moeten we hem eerst openmaken? Ja. En dan verder bouwen? Ja. Oké, dan gaan we hem eerst even openzetten. Zo. En open. Pap, weet je wat ik altijd doe bij nou. De... Bij de ingang en de uitgang. Nou. Hoi, ik maak eventjes je hekjes af. Zo. Hop, 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 hop. Nieuw, uitkijken dat ik niet naar beneden. Eigenlijk moeten we dat nog afzetten. Hè? Dat gaan we straks even afzetten. Want als iemand in het grote gat valt, dan gaan ze helemaal. Dan breken ze alles, Bentley. Dan breken ze alles. Oh, daar moeten we echt mee uitkijken. Want dan krijgen we ruzie met de politie. Want dan is het onze schuld, toch? Wat wil je, wat wou je bij de ingang zetten? Wat voor moois ga jij maken? Oh, hekjes. Lukt het? Lukt het? Lukt het? Die. Dit. Vind je dat mooi? Ja. Ja? Okay. Hé, wie gaat er al in? Die meneer gaat er al in. Even kijken, dan pakken we eventjes het broertjeslogo van daar. Hop. En die komt dan in het midden van het reuzenrad daar. Hé, hey, dat is stoer. Ja, en papa heeft ook een eigen account. Ja, ik heb ook een eigen account. Maar dat... En papa heeft ook een reuzenrad, maar ook met een broertjeslogo. Ja, mooi hè? Midden in een reuzenrad. Pap, en nu heb ik iets moois hè? Ik heb iets moois. Wat voor moois heb jij dan? En het moet daar zitten. Wat moet daar zitten? Oh, kijk uit hoor, want hij staat erop verwijderd. Je moet even... Miepa, map. Zag autootjes toch een keer?
in jouw park autootjes. Nee, je hebt autootjes gevonden. Ik weet alleen niet waar die zijn. Zijn er geen Spike Flops? Daar, die auto. Moet er een autootje bij staan? Ja, pap. En als je er loopt, kan je in die bordjes zien. Oh ja, dan kan je alles zien zo. Nou, dat is wel cool, toch? Ja. Waar gaan we die zweefmolen plaatsen? Hier in de hoek? Precies daar? Of komt hij nog hier bij te staan? Bij dat stukje? Hier. Waar? In deze kleine gat. Dat kan toch niet? Zullen we hem hierbij zetten? Zo? Naast de brandweerwagentjes. Daar wil ik hem. Ja? Wil je hem daar hebben? Dan moeten we eventjes denk ik ruimte maken, want hier zit een heel groot pad. Zo. Kijk, vuur! Oeh, allemaal vuur. Ja, hier moesten we nog wat dingetjes bij plaatsen. Hè? Dat kunnen we zo meteen misschien als laatste doen. En de rest doen we volgende week weer. Even kijken, welke was het? Deze. Ja, zet jij de zweefmolen maar neer. Waar ga je die neerzetten dan? Die moet denk ik ietsje wel eraf, anders kunnen we geen wachtrij maken. Daarom staat hij in de boom, dat kan niet. Even kijken of die past, hoor, daar. Gaan we eens proberen hem eens neer te zetten? Oh ja, dat past. Is dat een mooie plek? Ja. En de ingang dan op het dak. En het ingang op het dak? Ja, de ingang op welk dak? Op die dak. Dat kan toch niet? Nee. Zo? Nou, de ingang kan toch niet op het dak, jongen? Kijk, de ingang kan wel hier zo en dan de uitgang doen we hier ergens daarnaast. Zo? Ja. Toch? Je kan nu toch niet op het dak. Waar ben je nou? We zijn Benny kwijt. Kom, snel terug. Ben je er weer? Hé? Hé, hey, even het pad maken. Dus dit pad voor de uitgang. Ga jij dat maken? Nee. Of moet ik hem maken? Kijk, dan doe ik zo en dan de ingang dan daar aansluiten en dan zo hier een pad en dan daar. Ja, zullen we dan ietsje verder, want anders passen er heel weinig mensen in de rij. Kijk, snap je wat ik bedoel? Kijk, als we hem hier zo doen, zo, deze, dan hebben we, anders hebben we een wachtrij met heel weinig, waar met weinig mensen in kunnen. Kijk, doen we hem zo, 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 zo en dan doen we die zo. Check. Dat bedoel ik, hè? Bedoelde je dat? Ja. Ja? Maar ik zit even te kijken. We moeten eventjes de uitgang even een stukje verplaatsen. Zo. Want anders klopt het allemaal niet. Zo. Zo. En zou daar in het midden dan wc's plaatsen? Oh, dat kan wel. Kunnen we een huisje maken met wc's? Dat is handig. Ja, zou ik dat doen? Zullen we dat even snel doen? Ja. Oké, wij gaan eventjes snel de wc's maken in een treinvaart zo. Daarna komen we terug, dan maken we dit allemaal even dus een beetje af. En de rest gaan we lekker volgende week weer doen. We zijn zo bij je terug. De wc's zijn af, de attracties zijn af. Wat vind je het mooiste wat we vandaag hebben gemaakt? Hallo? Joe? Wat vind je het mooiste? Oh, je bent er naartoe aan het lopen. Ah, oh, je bent er naartoe aan het lopen. Die is wel weer gaaf, hè? Toch? Hallo, mag ik iets bestellen? Ja, we willen graag even een koffie en dan gaan we lekker aan tafel zitten. Ja, en wat voor
koffie. Oh, wat voor koffie? Moet je even stil houden? Zo. Ja, even kijken. Ik wil een latte. Ik wil een latte. En wat wil jij? Cappuccino of koffie? Of warme chocomel? Of thee? Wat wil jij graag drinken? Thee. Wil je thee? Mogen wij een thee en een latte alsjeblieft? Krijgen we die? Krijgen we hem? En voor Oh, Jace, wil je ook wat drinken? Wil je warme chocomel, Jace? Ja? Oh, en voor Jace een warme chocomel alsjeblieft. Oh, dankjewel. En voor mijn Roblox. Oh, en voor Roblox poppetje, wat moet hij dan hebben? Hetzelfde als jou. Hetzelfde als mij. Dus twee latten, een thee en een warme chocomel alsjeblieft. Ja, alsjeblieft, hier heeft u het. Nou, top. Dan gaan wij lekker aan een tafeltje zitten. We hebben nog niet... Wat hebben we nog niet? In de... Zees... Oh, gaan we gaan nog even naar de wc kijken. Kijk, Benny vond het wel handig. Benny vond het wel handig om hier een wc te plaatsen. En we hebben in de wc wel prullenbak neergezet, want iemand had alweer een rotzooi op de grond gegooid. Zal wel wc-papier, hele vieze wc-papier zijn. Bleh. Nee? Denk je niet? Hé, hey, maar de koffie wordt koud. Ja, die heb ik wel. Nee, de koffie die heb ik nog niet op. Heb jij hem al opgedronken dan? Zo snel. Weet je hoe heet dat is? Ja, maar we zijn zo open. Oh nee, die is nog niet open. Oh, oh jee. Zee, je zit tenminste goed op te letten. Nu is die open. En dan gaan we lekker een rondje in doen. Hè? En dan gaan we tijdens dat rondje gaan we dus lekker afsluiten. Want wij vonden het weer een leuke video. Hopelijk jullie ook. Even laten zien hoe het er van boven uitziet. Kijk eens aan wat gaaf zeg. He? Daar is koffietentje. Ja. Is het niet gaaf? Koffietentje. Koffietentje. Ja. Oh jee, kijk je uit. Hé, hey, kom, we gaan gedag zeggen. Wij vonden het een leuke video. Even gedag zeggen. Hopelijk dat jullie het ook leuk. Kijk aanstaande zaterdag om 3:30 naar... Dan gaan we op bezoek bij andere pretparken. Vergeet je niet aan te melden als je mee wilt doen. Of via dit e-mailadres hier beneden. Hier, daar. Ja, dit e-mailadres. Of via een berichtje naar ons Instagram account. Hoe meer er aanmelden, hoe meer parken wij kunnen bezoeken, toch? Hey, super vet. Doe even een blauw duimpje omhoog als je het een leuke video vond. Druk op de rode abonneerknop als je graag meer van deze video's wil zien. Het is helemaal gratis. Dus zeg even gedag. Doei! Doei, tot volgende week!